ben onderweg naar de supermarkt. Want het is echt trouwens heel tijd geleden dat ik boodschap heb gedaan voor de bovengroep trouwens. Dus al. Super tof dat je kijkt naar een nieuwe vlog. Mijn naam is Sanne Pas, zoals iedereen weet. Ik ben net wakker, net heb ik gedoucht, haren gekamd en wel. Maar heerlijk geslapen, zijn net lekker radiootje aan. En Ganja die zit te mouwen, die wil brokjes, hè Ganja. Maar kom zo meteen, ja? Eerst doe ik lekker rolgordijn open. En dan lekker editen vandaag. Een bakje koffie. En doordat mijn vader mee heb gisteren heb gedronken met een bakje koffie, gaat de feit wel enorm hard. En een heerlijke zonnetje schijnt nu ook. Prachtige weer zie ik als ik zo naar buiten kijk. Hoe mooier dan dit kan je niet hebben. Dus ik ga nu lekker een bakje koffie zetten. Klaarmaken om lekker te editen. Ik heb weer geëdit en ik ga nu weer derde bakje zetten. Ik heb al eigenlijk was ik een tijdje klaar, maar was een video aan het kijken. Ik ga nu weer lekker derde bakje koffie zetten. En echt letterlijk bijna is mijn cycle weer op. Wauw, dat gaat hard. En wat ik ook niet moet doen is even water vullen. Dat ga ik ook even doen. En dan nieuwe koffiepet halen denk ik ook weer. Zie ik. Dat ga ik ook weer doen. En dan, oh, dit is zo lekker prachtig weer. Gelukkig lekker droog. In ieder geval water vullen. En dan klaarmaken om dadelijk lekker naar werk toe te gaan. Daar heb ik ongelukkig zin in. Maar zin is een ander verhaal. Omdat het moet gebeuren, moet het graag gewoon doen in ieder geval. Dus in ieder geval, nu ben ik al bezig om het water te vullen. Dat is prima. Oh, ik stel mijn camera. En lekker handig. En dan ga ik lekker derde bakje koffie zetten. En dan vanavond even suiker halen. Dus laten we het ook gelijk even doen. En ik heb nou lekker het derde bakje al gezet, wat ik net al zei. En ja, ga ik dan even lekker het derde bakje maken. En dus nu letterlijk suiker op, helemaal. Dus moet je nagaan, dit is echt wel het laatste bakje die ik kan zetten. Nou, of ik kan het met zoetjes gaan doen trouwens, kan ook nog. En Gaia zit helemaal te kijken wat ik allemaal aan het doen ben. Ja. Wat ben je aan het doen? Ik heb lekker een bakje koffie gezet. Mag dat voor jou? Doe maar. Ja. Ik ga nu dan maar lekker even YouTube kijken. Want ik was ermee bezig. Even een beetje klaarmaken om naar werk toe te gaan. Moet ook weer gebeuren. En En dan ga ik vanavond ook eten halen voor bovengroep en voor mezelf. Ik heb eigenlijk wat veranderd weer. Ik irriteer me aan. Ik heb niet veel ruimte. Ik dacht, weet je, ik zet mijn laptop daar neer. En dan gebruik ik een computerbeeld. En ik zit toevallig op de bad te kijken. Want ik heb hier altijd hier de was op gedaan. En als er bijvoorbeeld nu iemand komt eten, dan kunnen we gewoon aan tafel. Dat is gewoon het lekkerste wat er is. Dus heb ik het op die manier gedaan, vandaar. Ik dacht, ik ga gewoon even veranderen en ik ga gelijk kijken hoe laat het is. Het is 12:11. Dus ik ga zo meteen klaarmaken en dadelijk even deze was ophangen. Vanavond deze was ophangen, opvouwen. En dan, kunnen we een keer ooit weer vloggen zien dat ik weer was ophang, opvouw. En ik zit alleen nog met knieën met deze ding, maar dat komt wel goed. Die krijgt weer een plek. Maar dan ga ik even eerst voor kijken. Dus ik ga lekker de bad verder kijken of nog een paar minuutjes. En dan richting werk en eten halen voor vanavond. Ik ben al lekker eerder gaan eten. Over 10 minuutjes is mijn pizza al klaar. Ik ga lekker pizza eten. En dat is over 35 als 11, 17, 35 is mijn pizza klaar. Ik dacht ga eerder eten. Ik heb best wel trek eigenlijk. Vandaar dat ik eerder ga eten. En zit lekker YouTube te kijken. Want ik moet ook eigenlijk vandaag boodschappen doen voor de groep. En ik vind dat dit heel ruimer is. Het is eigenlijk wel lekkerder dan wat ik eerst had. Toch heb ik de oude situatie weer opgepakt. Hoe ik hem eerst had. Dus daar had ik dan tafel altijd al staan. En ja, in de westen was ik hier dan. Dat had ik net ook al. En dan heb ik weer daar. Ik heb eigenlijk weer als vroeger. In principe.
En ik denk dat ik dat toch zo ga houden. Want het is wel makkelijker. Bijvoorbeeld als ik vrienden ga laten eten. Dus, nou. En dan heb ik die weer als toolcomputer weer gebruikt. En dan heb ik weer daar zo nu even zo op die manier. Wel de beeld daar dan dat. En het is wel veel beter. En ik zit toevallig even lekker vlog te kijken. En dan over 10 minuutjes pizza eten. Lekker trek. Ik weet niet, ik had al eerder honger dan normaal. En ik ga zo meteen even naar de groep, ga ik eten halen. En wie hier eigenlijk nu zit, achter de rolgordijn, deze rolgordijn zit er iemand en dat is Ganya. Ganya! Ganya! Hey, hallo? Zit jij daar zo? Wat zit jij daar zo? Ja, hallo! Kikaboe! Hallo Ganya! Hallo Ganya! Ja, een geweldig beestje is het. Ganya? Je hebt net eten en thuis zat je eten. Hey Ganya. Je gaat naar zijn etenbakjes toe. Heb je geen honger? Die zit al de hele tijd op aan mij aandacht te vragen. Ik denk dat hij gewoon even aandacht wil. Dan ga ik zo meteen even geven. Pizza is nou klaar. Het is inderdaad net. Het is nu 17:35. En de pizza is lekker klaar. Dan ga ik lekker YouTube bij kijken. En dan lekker eten. Ik heb er nu ongelooflijk veel trek in. En dan ga ik lekker van deze pizza genieten. Met YouTube erbij. Geniet er maar van. Ik ga zeker genieten. Lekker met de pizza. Ik ben onderweg naar de supermarkt. Want het is echt trouwens heel tijd geleden dat ik boodschappen heb gedaan voor de bovengroep trouwens. Het is al de tweede week dat ik het al doe volgens mij. Maar het is heel lang geleden dat ik voor dat de laatste keer is geweest. Het was voor mij 2 of 3 maanden geleden dat ik voor laatst boodschap heb gedaan. En maar we eten al een tijdje met de bovengroep. Toen heb ik eerst de begeleiders nog even gedaan. En sinds vorige week moeten cliënten dat doen. Dus ik ben elke dinsdag die dat even gaan halen. En iemand anders en de rest op andere dagen. Want dan heb je nog voor zondag. En dan heb je voor... Ja, woensdag, dat was mijn woord gehaald en van donderdag en ik eet dus maandag en woensdag mee. En ik ga nu richting de supermarkt, om zo te zeggen. Ga ik even eten halen voor bovengroep voor morgen. En toen was ik er thuis en lekker naar de supermarkt geweest. Heb lekker boodschappen gedaan. Dat moest ook even gebeuren. Want Ganya moest broodjes hebben en nog iets. Suikermoeskalen, dat was het. Ik was even bijna kwijt. Ik begin er ineens in te kakken, dus ik ga denk klaarmaken om lekker mijn bed in te gaan. Ik doe vast lekker rolgordijnen dicht. Ik zit lekker naar de persconferentie te kijken van... Een hele tijd geleden, ik zat om vanochtend al te kijken, maar dan kijk ik nu verder. En ik vind het interessant om te horen, maar... Ik val er ook wel een beetje in slaap. Niet dat ik het saai vind of zo, maar gewoon van... Dat ik gewoon echt inkak. Laten we zo zeggen. Gelukkig heb ik een boodschap gedaan. Dat heb ik ook weer binnen. Dus nu ga ik klaarmaken om lekker weer een bedje in te gaan. Morgen weer een dag natuurlijk. En Ganya die ligt lekker op deze stoel te zitten. En wat is heerlijk nu dat ik ruimte heb. In mijn huisje. Ganya ligt lekker hier zo. En Ganya. En nu ga ik lekker klaarmaken. Misschien een beetje persconferentie verder kijken. Ik moet nog 7 uur kijken, maar dat ga ik sowieso niet redden. 7 uur. Dat duurt veel te lang. Voor mij. Maar misschien kijk ik dat ik even in bed verder ga kijken. Of ja, dat is het enige wat ik ga doen. In mijn bed verder kijken. Misschien een beetje YouTube kijken ook op mijn bed. En dan lekker slapen. Dus wat ik tegen jullie wil zeggen is... Jullie allemaal bedankt voor het kijken naar deze vlog. Ik hoop dat jullie deze vlog leuk hebben gevonden. Vonden jullie deze vlog leuk? Doe sowieso een blij duimpje omhoog. Ben je nog niet geabonneerd? Zou het tof zijn als je hier beneden abonneert. En een leuke reactie achterlaat hier beneden. En zeg ik alvast veel kijkers in gewoon heel vlog. Om 1 uur. En zeg ik hierbij laters. Ik ben de laatste tijd. De laatste keer heel snel klaar. Al eerder klaar dan normaal. Dat ik al op 4 uur klaar ben. Ik weet misschien waar het waardoor kan liggen. Over mijn vader is natuurlijk ook lang gekomen. En dat is... Oké, okay. Nou.